Kantine 11 kiest in het tweede weekend van 2023 voor het duel tussen Lembeke en Sleidingen. Lembeke start het best in de wedstrijd. Vooral Preben Lippens heeft er zin in en zorgt voor het eerste gevaar. De thuisploeg is heel gretig en wil graag een achtste overwinning op rij. Dossen en De Leijen boksen de volgende aanval in elkaar. En dit keer moet Swanne met een voetveeg redding brengen. Ook Dario Boulet wil laten zien dat hij tot de betere spelers in de race behoort. Zijn actie mag er zijn, de afwerking kan beter. Lembeke laat zien dat het niet toevallig leider is in de tweede periode. Het komt als winnaar uit de duels en kaatst goed. Dossen dropt de bal voor doel en daar kopt Mortier over. Het doelpunt hangt in de lucht. Ik denk dat we ongelooflijk goed druk gezet hebben. We hebben tegenstander direct vastgenomen, maar in de zone van de waarheid inderdaad waren we net niet scherp genoeg. En ik denk als we de eerste helft twee, drie doelpunten kunnen maken, dat de wedstrijd al vroeger gespeeld is. En het blijft bij één doelpuntje, al is het wel een niet-alledaagse pot. Swan ontzet de bal en via Lippens gaat die in doel, 1-0. En dat is verdiend, al doet Lippens na de wedstrijd een bekentenis. Het was niet mijn mooiste doelpunt. Een bal wordt teruggespeeld op de keeper van Sleidingen. Ik ga druk gaan zetten. En hij had zo een paar keer niet echt 100% uitgetrapt. Dus hij trapt op de hoogte van mijn heup. En ik denk dat het zelf een klein beetje met mijn hand was, maar dat mag het niet zijn. Dus een klein beetje op mijn hand, hij schiet hem op mijn hand en hij vliegt binnen. Natuurlijk een beetje een geluk gewoon, maar als je geen druk gaat zetten, valt er ook niet uit, dat doelpunt. Lembeke wil in de eerste helft het verschil maken en blijft voor de aanval kiezen. Dossen wil ook nog zijn doelpuntje meepikken, maar trapt naast. Sleidingen heeft het moeilijk in de eerste helft en moet vaak achter de bal aanhollen. Vooral Boulet doet de verdediging van de bezoekers pijn. Hij zoekt de assist voor De Leijen, maar die krijgt ruzie met de bal. De rushes van Lippens zijn ook vaak de inleiding op gevaar voor de thuisploeg. Hier krijgt Dossen de kans op een tweede doelpunt, maar hij weet die niet te verzilveren. Sleidingen raakt dan toch even in de 16 van Lembeke. Quinten Klaarman trekt op zoek naar de gelijkmaker en bijna is het bingo. En ook Van der Velde mag het nog eens proberen, maar zijn poging gaat ver naast en over. Op slag van rust kan Lembeke dan toch een tweede keer scoren, maar het doelpunt van Blondeel wordt afgekeurd. En na de rust kan Blondeel een tweede keer scoren. Lippens is niet toevallig de man van de voorzet, maar de ref ziet al dan niet terecht buitenspel. Maar die 2-0 komt er even later toch. Hakje van Dossen naar Lippens en zijn voorzet gaat via een verdediger van Sleidingen in doel. Andermaal een lucky goal voor Lippens. Dat was eigenlijk een beetje mijn geluksdag vandaag. Dat was een voorzet van links, die op hoofd van, ik weet niet, van voren vliegt. Ik weet niet precies wie dat juist was. Hij kopt hem door en hij vliegt over de keeper binnen. Dat is een beetje het geluk dat je moet hebben. Dat ook een beetje mee zit nu. Alles wat een beetje tegen zat in het begin van het seizoen, zit nu eigenlijk allemaal mee. Vergis u niet, het was best wel een pittige derby met veel duels. En de acteurs deden echt wel hun best om de toeschouwers te verwennen. Proef hier toch heel even de derbysfeer in Lembeke. De thuisploeg krijgt dan via Maas nog de kans op een derde doelpunt, maar zijn kopbal gaat naast. In de tweede helft doet Sleidingen aardig mee, maar in de zone van de waarheid wil het niet lukken. Ik vind wel dat we het de tweede helft beter deden, dat we het evenwicht herstelden. Natuurlijk weet je dat je kansen weggeeft dan op de counter. Maar al bij al ja, hebben wij ook nog een paar kansen de tweede helft om terug in die wedstrijd te komen. Dat gebeurt niet. Dus dan is het een duidelijke verdiende overwinning. Ja. Ik denk dat het nu eigenlijk wel ons doel mag zijn om die tweede periode te nemen. Hè. We hebben het allemaal een beetje uitgesteld, we durven het niet echt te zeggen, maar nu moet het echt ons doel zijn hè, voor die tweede periode te pakken. En het mag eigenlijk niet meer misgaan, hè, als je het zo bekijkt.